We zoeken deze man voor een aantal diefstallen bij drogisterij Trekpleister in Wijk bij Duurstede. Hij neemt de tijd en weet voor zo'n 2000 euro aan luchtjes, scheermesjes, huidverzorging en deodorant te stelen. En dat doet hij op vrijdag 13 en op vrijdag 20 januari. Van die eerste keer hebben we beeld. Hier zien we hem lopen door de winkel. In zijn mandje zit een pak keukenrol. Maar waar het hier echt om gaat is de verpakking met gezichtsverzorging. Daarvan heeft hij er meerdere in zijn mandje liggen en die stopt hij hier in een tas. We zien het niet, maar hij stopt ook scheermesjes en deodorant in zijn tas. Even later zien we hem weer. Hij zet zijn mandje terug, rekent het pak keukenrol af en loopt dan de winkel uit. De potjes gezichtsverzorging heeft hij niet afgerekend. Deze man lijkt in etappes te werken, Maren. Want voor deze diefstal was je ook al in de winkel en toen stal die parfum. Ja, in totaal 15 flesjes. En dan kan je denken aan Hugo Boss, Bruno Banani, Calvin Klein flesjes. Nou, samen met die pakken scheermesjes, met deodorant en maar liefst 16 potjes gezichtsverzorging. Al met al een flinke buit. Ja, precies. En een week later komt hij weer terug in de winkel. Ja, en dan ook weer steelt hij scheermesjes en die gezichtscreme. En in totaal heeft hij voor 2000 euro in 2 dagen tijd buitgemaakt. Ja, flink wat geld. Tijd om de man op te sporen. Je hebt zijn signalement. Ja, het gaat om een man met een lichte huid. Hij is tussen de 45 en 55 jaar oud, rond de 1,80 meter. Hij droeg een zwarte pet met witte letters. Verder had hij een bril op en had hij een blauwe jas aan. Herkent u deze meneer? Geef het dan door en bel een van de tipnummers 0800 6070 of anoniem 0800 7000.